De voorstelling heet Het Ding. En dat is eigenlijk voor iedereen vanaf een jaar of acht. En die gaan we in België en Nederland spelen in het uh, seizoen 21-22. Het is een solo-voorstelling, maar zo voelt dat niet aan. Want het is een, uh, een combinatie van theater en film. Uh, als ik op de bulle sta, op toneel, ben ik live aanwezig. En dan speel ik een rol, in dit geval uh, van een, uh, eigenlijk een, een man die P heet. P. Punt. En op de film speel ik een psychiater. Dus uh, je ziet een combinatie van film en theater waar ik uh, in allebei de disciplines een rol speel. Nou, eigenlijk komt die P bij de psychiater omdat hij eigenlijk elke week wel een nieuwe vader geboetseerd heeft. En die gaat hij dan proberen te vinden samen met de psychiater door een goed gesprek. En in deze aflevering gaan we kijken naar de vader die Termin heet. Dat was een rust die heeft echt bestaan, Leon Termin. En dat was een hele interessante vader voor een zoon, want hij was uh, 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 muzikant, hij was uitvinder, hij was wetenschapper en spion was hij ook, zeg ik een beetje zachtjes. Je weet nooit wie er meeluistert. Het mooie van een zoon zijn is dat je vaak, zeker in leeftijd, je vader wordt. Want je kent je vader vanaf een bepaalde leeftijd. Op een gegeven moment haal je hem in en ben je zelf je vader geworden. En als je dan ook nog kinderen hebt, dan zie je ook nog weer jezelf terug als kind. Want je hoort dezelfde vragen, dezelfde verwondering. Die film en, en, en het toneelspel, dat staat niet los van elkaar. Uh, we gaan van het toneel lopen we de film in en dan zijn we op de film aanwezig. Maar je kunt ook op de film te zien zijn en eruit lopen, en dan live op het toneel aanwezig te zijn. Dat is de grap van dit métier. Hij loopt bij de psychiater, de heer P., omdat hij zo'n rijke fantasie heeft dat die rijke fantasie met hem op de loop gaat. Die neemt het eigenlijk een beetje van hem over. Je hebt wel eens kinderen die, die, die zijn niet zo bij de les. En er wordt dan een etiketje op geplakt dat die geen, niet zich kan concentreren of dat die snel afgeleid is. Dat zijn heel vaak beelddenkers die als ze wat zien, daar ook met hun gedachten heen gaan. Daar ook vormen bij zien en daar verhalen bij bedenken. En dan zijn ze niet bezig met het hier en nu, maar ze zweven al weg. Dat wordt vaak als een probleem gezien. Wij hebben daar een kracht van gemaakt. Dat je in je fantasie ook voor een gedeelte kan leven. Dat je een heel rijk leven kan hebben. als je van gewone dingen hele mooie, of hele ontroerende, of hele spannende dingen kan maken.